Luister, waar je jullie vriendin ook bent. Dit is niet het ergste van het verhaal. Dat was de volgende ochtend. Oh, eeuw. Hallo jongens en welkom terug bij weer een nieuwe video. Vandaag ben ik niet alleen, vandaag ben ik met Rebecca. De enige. Echte. Ik haat het om mijn eigen naam te zeggen in een video. Ik ook. Ik vind het echt leuk. Ik heb het echt liever dat iemand anders mijn naam zegt. Oké, dan ga ik dat vanaf nu doen. Ja. Rebecca dus. Hi. Wauw, dat gaat heel lekker. Veel beter. Anyways, vandaag gaan we het hebben over allemaal juicy verhalen van jullie en ook van ons. En vandaag gaan we het hebben over dronken verhalen. Ze zijn mijn favoriet en tegelijkertijd mijn meest niet favoriet, zeg maar. Want ik wil er het liefst nooit over hebben. Klopt. Over die van mij. Maar het is nog allemaal gebeurd. En ik vind het heerlijk om het van andere mensen te horen. Ja. Dus vandaag gaan we dat doen. Heb je er zin in? Blijf dan gezellig even kijken. En neem even een kijkje in de beschrijving, want daar staat het linkje van Rebecca's kanaal. Wij hebben ook een video voor haar opgenomen, uiteraard. Yes. En doe even ook je duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En laten we maar snel gaan beginnen. Maar goed, we gaan beginnen met een van jullie. En dan wil ik even iets horen van jou, hoor. Ja, is okay. Goed. Wij hebben elk jaar een enorm feest bij ons in de stad. Ik was daar dus en had een jongen gefixt. 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 Zij niet haar, maar zij hem. Zij had hem gefixt. We hadden samen zoveel gedronken dat we allebei onze vriendengroepen kwijt waren. Op een gegeven moment waren we zo in een moment met z'n tweeën heel euforisch. En hij zegt, shit. En springt zo de sloot in met telefoon en al. Wat? Ik dacht, nou nu komt het. Het was zo'n raar moment en we hebben elkaar daarna nooit meer gesproken. Snap ik. Ja, dat is raar. Dat is raar. Je zou eerder denken, it. En nu gaat hij op je bed vallen ofzo. Maar nee, hij springt in de sloot. Een beetje wil ik dat je echt wel denkt, oké. Hier komt een heel lang verhaal. Ik werd afgelopen zomer 18 en ik dacht, daar hoort een goed feestje bij. Amen. Inderdaad. Dus ik gaf een groot feest thuis. Na heel wat beerpong, veel verschillende drankjes door elkaar en natuurlijk om 12 uur, toen was ik jarig, champagne. Na een hele gezellige avond kon ik eindelijk legaal naar een van de leukste clubs in mijn stad. Daar nog een paar keer ratje gedraaid. Wat is dat? Ken ik ook niet. Ratje gedraaid? Misschien is dat in een ik stad. Ik ben te oud. Ja, dat ook misschien. Ik weet het ook niet. Daar nog een paar keer ratje gedraaid. Dus heel veel shotjes en van alles door elkaar. Oh, dat zou... Ik weet het nog steeds die niet. Club heeft waarschijnlijk gewoon een rat. En dan... Dat zou nog kunnen, inderdaad. Toen kakte ik helemaal in. Dus ik dacht, ik loop naar de tuin van die club en ging daar zitten op een bankje. Er kwam een jongen naast me zitten, even meegekletst en zo. En toen dacht hij nee. En toen dacht ik, nee, ik moet nu naar de wc. Moet echt zo meteen kotsen. Oh ja, tuurlijk, bij dronken verhalen horen kotsverhalen. Sorry als je daar niet tegen kan. Bij deze. Wees voorbereid. Dus ik zei een paar keer tegen de jongen, laat me er langs. Ik wil nu naar de wc. Maar hij wou dus niet aan de kant. Toen ben ik f***ing boos op hem geworden. Heb hem geslagen en geduwd van het bankje. Wauw. Helemaal intens. Oké. En toen voelde ik het al opkomen. Dus ik rende door naar de club. Door de club heen naar de wc. En heb ik heel erg veel gekost in het wasbakje in de wc. In het wasbakje. Oké, gadverdamme. Dan krijg je niet schoon. Klopt. Iedereen keek me aan, super ongemakkelijk. Maar toen keek ik in de spiegel en zat over mijn hele gezicht mijn kot. En het was ook nog eens zwart van de dropshot. Eww. Oh. Daar heb je echt zo'n vieze zwarte. Eenmaal thuis aangekomen kwam ik erachter dat ik mijn hele witte korte broek had ondergekotst. En dat heb ik er helaas nooit meer uitgekregen. Oh mijn god, ik heb dat ook wel eens gehad. Dan moest ik dus kotsen. En nou ja, ik weet niet hoe dat allemaal gebeurde, maar ik had dus echt over, nou, heel veel over mijn broek heen gekotst. En ik had dat niet door. Dat is nog het meest. Echt? Hoe kan je dat nou niet door hebben? Ik had niks door. Dus volgende dag. Ik trek die broek aan, want ik sliep niet thuis, dus ik kon niet eerst alles. Nee. Ik trek die broek aan, ik kijk ernaar en ik denk... Dat was de volgende ochtend. Dat was de volgende ochtend. Oh, eeuw. En ik dacht, wat? Want het is helemaal opgedroogd. Ja, dan kan je het echt zo eraf schraven. Deze video. Ja, maar gelukkig had ik dus laarzen. Want ik ging dus op stap met sneakertjes. Ja. En ik had laarzen. En mijn laarzen kwamen precies over die broek. En het was echt niet normaal. Oh, wat smerig. Heel smerig. Lekker een zure lucht dan. Oh, nee. Het is echt, als ik er aan terugdenk, denk ik, het is zo gênant. Ik heb een keer over Mitchell heen gekotst. Oh, dus ik denk dat het bijna net zo gênant is. Nou, misschien wat erger. Oh, we waren op een feest bij mensen in de tuin. En die waren lekker drankjes. En wij waren lekker aan het nemen. En hun bleven maar lekker drankjes geven. Ja, ja, ja. En het ging helemaal prima, want ik zat gewoon. En op een gegeven moment, ik weet dus ook niet meer het punt dat we opstonden. Mm-hmm. Om naar de auto te gaan.
Nog erger, we zaten in de auto van iemand anders. Hun brachten ons naar huis. Dus Mitchell en ik zaten achterin. En blijkbaar in de auto is het helemaal misgegaan. Dus ik heb dat en... Dat in de auto. Ja, en ik heb dus over Mitchell heen geklopt. Lekker. En in mensen hun auto. En de volgende ochtend, ik wist dus van niks en ik werd wakker. Zure lucht. Nee. Alleen maar zure lucht, want mijn hele haar zat onder mij. Nee! Ik was veel te ver weg om te douchen. Dus Mitchell heeft mij in bed gepleurd. Die heeft zoiets gehad van, weet je, boeien. Zoek het uit. Gelijk heeft hij. Ik had hem ook ja, niet gewassen. Ja, inderdaad. Ik had ook al over hem. Oh, maar echt my lord. Over hem heen. Want ik lag zo bij hem. En toen oh, is het een... Nasty, hè? Dus toen zei ik, nou ja, je hebt wel alles van me gehad nu. In de relatie. Weet je wat? Ik had een keer in een auto. Dat was ook een auto van iemand anders. Hoi. Nou goed, dus wij waren met vriendinnen lekker aan het drinken en wij gingen dus naar een club. Mm. Alleen het was een, best wel ver en zeg maar die club die had soort van busjes of dingetjes wat heen en oh, weer ja. Mee. Dus wij hadden zo eentje besteld en er kwam een taxi. Er kwam geen busje wat normaal gesproken was, maar een taxi voor, speciaal voor ons. Want waarschijnlijk kwam er niemand anders of whatever. Anyways, maar ik was echt... Vrij ver heen. Het was echt heel gênant eigenlijk. Als ik erover nadenk, dan denk ik echt, oh. Ik heb het echt zo lang geleden dat ik zoiets heftigs heb meegemaakt met alcohol gewoon. Oh. Dus eindstand, wij gaan die taxi in. Nou, hij rijdt er daarheen en ik was zo misselijk. Ja, ik zat in de auto natuurlijk. Ik ging kotsen in die auto, maar we gingen ook een soort van stoppen. Maar ik zat echt in het midden, op de achterbank. Eén vriendin hier, één vriendin daar. Op een gegeven moment ik weet nog wel dat die deur open ging en ik ging zo naar buiten. Maar ik kostte een soort van bijna over die vriendin heen, want ik kon er niet echt bij. Het was een hel. Het was, luister, waar jullie vriendin ook bent. Dit is niet het ergste van het verhaal. Ik ga bijna dood. En dat was een club en daar moest je dus entry voor betalen. Ja. Dus ook al was je met de taxi, whatever, in ieder geval, wij moesten nog in de rij staan, betalen en alles. Die taxichauffeur, want die vriendinnen zeggen van, oh my god, moeten we die auto gaan schoonmaken? Wat moeten we gaan doen? Bla bla bla, want je kan een boete krijgen als je in een taxi gaat kotsen. Nee, hè? Net als in een bus, je kan een boete krijgen. Oh, ja. Wow. Dus zij van, oh my god, moeten we het schoonmaken? Bla bla. Hij zegt zo van, nou, ik was vandaag eigenlijk niet met bedrijfsauto, maar met mijn eigen auto. Nee, onze arme man. En hij wou niks. Hij wou geen geld. Hij wou niet dat we gingen helpen. Hij zei, whatever. Hij brengt mij echt naar de ingang. Dus hij brengt mij naar de ingang, maar niet de ingang, maar naar EHBO. Kut. Mocht zeker niet naar binnen. Nee, luister. Ik kwam daar helemaal bij. In 2 seconden was ik bijgekomen. Ja? En ik zei van, oh, het gaat weer. Want die vriendinnen, die kenden mij ook wel. Die zeggen van, oh, af en toe hangt ze even. Maar daar gaat weer. Maar omdat ik via EHBO naar binnen ging, hoefde ik geen entry te betalen. Oh, maar dat was wel chill. Het is zo erg. Ik was helemaal bang dat je dus niet naar binnen mocht. Nee, jawel, ik mocht gewoon. Want soms binnen. Ben je te dronken, laat zien niet ja, naar binnen. Nee, maar ik kwam gewoon 100% bij. Dronken naar de wc gaan om te willen plassen en je string per ongeluk aanhouden. Mijn vriend kwam niet meer bij en ik ook. Lekker. Dat ook we eens met plassen nog. Gehad. Ja, zoveel eigenlijk helaas. Wat bij mij is ergste? Het altijd plassen. Ik ja? weet niet, ik moet altijd plassen. Ja, oké. Okay. Alcohol dat is natuurlijk wel een ding. Ja, ik heb eigenlijk dat ook een keer meegemaakt. Ja. Maar zeg maar halverwege had ik het door. Dus ja. Toen deed ik hem wel nog uit. En toen deed ik hem weer aan. En toen gingen we gewoon de rest van de club, de rest van de avond gingen we dansen. Maar ik heb 3 keer gehoord, wat een bislucht hier. En ik had altijd zoiets van, dat ben ik. Dat zei je natuurlijk niet. Ik zei altijd, ja, jeetje. Zo'n oude plaslucht. Dat was ook wel heel gênant. En dat we een keer, zeg maar, wisten, hè? Dat iedereen het lekker bevestigt ook. Ja. Ik had dus ook een ding met plassen. Dus wij waren in een, ja, we waren gewoon in een huis aan het drinken. En ik weet nog wel dat ik extra kleding mee had. Geloof mij, ik had die extra kleding nodig. Nee. Dus ik ging naar de wc, maar ik ga hurken op wc's. Ik was wel met heel veel vrienden, maar dat huis dat kende ik niet. Nee. Dus ik ga hurken. Alleen ik, zo ook toen die ene keer, gewoon hurken ja. En
plassen, je ding doen, klaar. Dus ik ben bezig en ik denk, vrek, er gaat iets niet goed, maar ik heb het niet door. Wat bleek? Die bril was dicht. Nee! Dus alles ging zo. No way! Hoe heb je dat niet gezien? Ik heb het niet gezien! Was je al lang bezig? Ik was best wel lang bezig. Het duurde echt lang voordat ik het ook überhaupt door had. En dan dacht ik... Ja, en eerder dat je door wat er misgaat? Ik had geen... Je stond gewoon in je eigen plas te dansen, zeg maar. Ja. Eww. Ik had het gewoon in mijn omkleden, want het was echt nodig. Heb je het gezegd? Ik heb het niet gezegd. Nee, dat zou ik ook niet gezegd. Ja, ik had het tegen niemand gezegd. Dat was dat je denkt... Ik weet van niks. Ik heb geen... Wat? Hè? Huh? Nee, waar ben jij eigenlijk opgekleed? Ja, ja. Zo koud ineens. Hij zat zo strak. Hij zit helemaal niet lekker. Echt heel erg. Wat vies. Ja, het is echt heel naar. I know, oké. I know. Oh, weer een plasverhaal. Meen je? Ja, een plasverhaal. We zijn lekker aan het plassen, dames. Kotsen of plassen. Maar dat is wel echt vrouwending, hè, plassen. Nou ja, mannen, ja, voor mannen is het zo easy. Die gaan, ja, die gaan gewoon staan en het is klaar. Oké. Okay. Ja. Ik moest na stappen zo nodig plassen en ik werd overal heen gestuurd, maar ik mocht nergens naar de wc. Toen heb ik uiteindelijk in de parkeergarage geplast en dronken mijn middelvinger opgestoken naar de camera. Luister. Toen ik wegging, kwam de bewaker naar me toe. Als ik zeg dat ik naar de camerabeelden zat te kijken, wat zeg jij dan? Nee! Het enige wat ik kon zeggen is of hij de beelden alsjeblieft niet op Facebook wil zetten. Kwam erop neer dat ik op een feest was en met twee jongens, collega en broer van mijn beste vriendin, lol, tot de dag van vandaag weet ze dat niet, tegelijkertijd aan het kloten was. Flirten, dansen, zoenen, je kent het wel. Het was best een klein feest, maar ze hadden bijna niet door dat ik met twee tegelijkertijd bezig was. Een van die jongens bracht me toen naar huis en heb ik stiekem mee liggen rollenbollen. Niet echt dat gedaan, maar een beetje dit. Een beetje dit. Ik wil de woorden niet uitspreken. Nee, gewoon een beetje. Klieren. Maar goed, in de tuin. Oh, ja, inderdaad. Oh, dat kwam er ook nog bij. Oké. Okay. Behoorlijk dronken en onder het raam waar mijn ouders lagen te slapen. Wauw. Wow. Ga dan even naar binnen. Nee, dat nog niet. Nou, we waren klaar. Hij ging naar huis en toen appte die andere jongen me, echt een minuut later. Hij fietste toen naar mijn huis. Ik sprong bij hem achterop en toen gingen we naar zijn huis om te komen. Ging ze verder met... Ja, met jou. Rollen. Maar we waren allebei zo dronken dat het gewoon niet lukte. Oh, en tijdens het kloten kwam zijn broer nog binnen. En dan lag ik daar. Oh, hallo. Maar goed, we moesten er beide wel om lachen. En toen heeft hij me weer naar huis gebracht. Wat? Eigenlijk, oké, aan de ene kant denk ik een heftige avond. Maar aan de andere kant is er bijna niks gebeurd. Nee, dat is waar. Alleen maar van die naar die. En te dronken, dan gaan we weer naar huis. Ja, is goed. Maar ook echt lekker. Ben je klaar met de ene? En dan... Ik heb ook nog wel een leuk verhaal over een vriendin. Die had een jongen in de kroeg leren kennen. Toen gingen ze kloten in de wc. Toen is ze op de wc-pot gaan staan. Vraag me niet hoe en waarom. Maar toen is ze door de pot gezakt. Eeuw. Eeuw. Nee, dat vind ik gewoon echt, als ik daarover nadenk, krijg ik gewoon echt helemaal vies naar. Ik vraag toch waarom. Waarom ga je op de wc-pot staan? Ik denk dat ze een hele bijzondere standje aan het uitproberen. Misschien weet ik het waarom. Maar ja, dat mag iedereen voor zichzelf nu gaan bedenken. En daarmee gaan we de video vandaag afsluiten. Ja, ik denk dat ik genoeg weet. Oké. Anyways, jongens, ik had het je leuk vonden. Vergeet niet om jouw gênante dronken verhaal naar me op te sturen, want daar geniet ik van. Mag altijd anoniem. Mag altijd anoniem, inderdaad. En vonden jullie dit nou leuk? Misschien maken we ooit een deel 2. Anyways, heel bedankt voor het kijken van deze video. Vergeet niet om in de beschrijving te kijken. En vergeet om niet een duimpje omhoog te doen. En vergeet niet een leuke reactie achter te laten hier beneden. En dan wil ik jullie heel bedankt voor het kijken van deze video. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!